Yo, what's up guys? Van harte welkom op mijn YouTube kanaal en welkom bij een gloednieuwe episode van Assassin's Creed Odyssey. Er is inmiddels aflevering 89 en we staan op de welbekende plek. Hey, ik moet eventjes aan de kant gaan voor die premiejager. Op de welbekende plek waar ik de aflevering eindigde. Een mooi uitzicht richting de missie Stilte voor de Storm, waar we Kleta moeten gaan ontmoeten, de moeder van de storm. What the fuck, man? God damn! Zo'n onverwachte, irritante intro weer. Waarbij ik gewoon eerst twee huurlingen moet verslaan voordat ik jullie iets kan uitleggen. Nou goed, heel vervelend. Maar we gaan dus meteen naar de missie toe rennen. Omdat we daar eigenlijk gewoon een jacht willen gaan maken op de storm. Een van de belangrijke hoofdpionnen van de orde. En Kleta is de moeder van de storm. Dus dat is best wel... Ja, een beetje moeilijk voor haar, logisch. Maar welkom dus bij deze aflevering 89. Bijna zijn we close tot een mijlpaal. Bijna hebben we 90 afleveringen van de game opgenomen. Wat natuurlijk al echt best bizar is. We laten het gebied achter ons. Het was een mooi gebied. Ik heb niks uitgesproken met de dochter van Darius. Wat ook alweer een unicum is. Het is een bijzondere situatie voor Alexios. Maar we gaan gewoon zo snel mogelijk verder met de verhaallijn van deze DLC. Inmiddels zijn we aangekomen bij episode 2 van DLC 1. En ben ik benieuwd hoe het verder gaat. We hebben hele sterke vlammenwerpers op onze Adrestia. Dus daarmee kunnen we ook de vloot gaan aanpakken. Ella. En verder gaat de missie gewoon hier verder. Vlakbij een vraagtekentje in de buurt. Want we zitten niet eens in Achaia nu. We zitten in het gebied net daarbuiten. Maar we zitten wel in Achaia. Nevermind. Zie je, we zaten gewoon in de Istion-vallei. En deze vraagteken is dus dichtbij. En hier speelt het zich allemaal af eigenlijk. Dus waarschijnlijk gaan we daarheen met de missie. Ik ga jullie in ieder geval van harte welkom heten. Als je geniet van de serie tot op heden, laat dan zeker die blauwe duim achter. Dat zou mij en mijn kanaal en de serie ontzettend helpen. Off we go. En mocht je een vaste kijker zijn, check eventjes de videobeschrijving. Je kan ten alle tijde een kanaallid worden, zodat je een coole badge bij je naam krijgt. En je mij maandelijks support. Op naar Kleta. Op naar het vervolg van deze DLC. Let's go, guys. My friends. It's probably the last I'll ever see of them. The last time I saw my Phil, we were arguing. We always did. I wish I had told her how much she meant to me, how proud of her I was. Now that she's back, I'm scared I won't recognize her. Real connections with people are rare, Alexios. We shouldn't be too quick to let them go. Real connections are hard to find. I may be letting one go right now. I don't know. So sad. Big F. Captain! Huh? Hey! Captain! What the fuck? What's going on? A massive fleet has gathered nearby. They seem to be waiting for something, but we don't know what. The Tempest. This ship. These people. She knows. Somehow she knows. They're going to kill us all in one swift blow. We won't be destroyed. I'll sink every last ship. How? Barnabas.
Ready the ship for battle. And the Himera's breath. Aye, Captain! She's ready to go! Let's send this storm straight to Hades! Nima and I can handle things here. Good luck, Alexios. I have to stop those ships before it's too late. Eventjes voor de duidelijkheid, ik pak deze erbij. Moet je kijken bij schip. Ik heb ook de vlammenwerper Chimera's Breath maximaal geüpgraded. Dus dit wordt echt top. Leveltje 64. Nou gaan we de pakken ook. De mijl van de Leviathan. Het enige waar ik aan denk bij Leviathan is Destiny 2. Thank you, Barnabas. Let's see what this thing can do. Alright, there we go. Dit kan echt alleen maar fucking ziek zijn. Eerste kleine schepen. Salvage hierbij! Raise the sail! Use fire arrows! Watch out! Hit us! Commander! We couldn't handle this! What the fuck? Waarom kan ik de Chimera's Breath niet gebruiken? What the fuck, guys? Ik kan die Breath opeens niet gebruiken. Bijna! Top! Vuur op water, we got a trophy! En niet eens door de manier hoe ik het wilde doen. Holy shit, man. Holy shit, man. Holy shit. I got you now, fam. Woo. Archer! Ready! Laatste ga ik eventjes overnemen. Even plunderen. Dit was wel ziek, hè? En ik heb ook gewoon die trophy gehaald. Vuur op water. Borders with me! Let's bring them down! Ahoe, ahoe. Thank you.
later. Size of that thing. She's on there. The Tempest, Phila. She's on that ship. Ja, ik moet haar dus proberen om te praten. Razor! Echt als een of andere wilde kon ik nu gewoon op die schepen aangevaren. Eerst beuk ik ze en daarna steek ik ze in de fik. Zoveel lag daar. Holy shit. Ik hoop dat ik haar nog kan ompraten. Hoe gaan we dit doen? Haar schip is nog niet gezonken. Tempest, neither of us has to die. You! Amorgus told me all about the Tainted Ones. It is not your fault you were born as you are, but it is your fate to die like the rest. I will do what the Order needs done. Phila! You! What are you doing here? There's so much I want to say, so many things. Please, give me a chance. You had your chance. You had years. I had to protect you. I was drowning. Who do you think pulled me out? You? The Order is my family. You are just a memory. My past.
You'll never be one of them. You're a tainted one, Fila. What? I know what I am. Amorgus gave me purpose, guided me. I'm no monster. I am the Tempest. You don't have to prove anything to anyone, Fila. You don't have to be the Tempest. You can just be you. That's enough. Can't you see that? No. We might be tainted ones, but that doesn't make us who we are. No. I control my fate. I control my future. Please, Fila. Let's just talk, you and me. Forget everything here. Come with us. She needs you, Cleta. Please, you still have family. You still have me. Mate! I have always been so... Mother! Ben je nou blij? Kutstorm! This is all your fault. Tuurlijk. Eagle Bearer. Tuurlijk. Your fault! Ik ben naar één heel simpel ding benieuwd. En dat ga ik nu checken. Ik ga mijn game terugladen. En met die reload van de save wil ik alleen maar achterhalen of die moeder ten alle tijde doodgaat. Dus ik heb nu gezegd, Cleta, ga naar haar toe. Ze heeft je nodig, toch? Maar dan... Kilt die guard haar meteen en snijdt haar nekkie door. Wat als ik zeg, Cleta blijf hier. Dan wordt ze dus niet vermoord. Ben benieuwd of het dan anders loopt. Misschien heb ik simpelweg de verkeerde dialoogoptie gekozen, zeg maar. We zien nu dezelfde cutscene nog een keer trouwens. Maar dat vind ik wel interessant, want ik wil eigenlijk ook wel weten wie die andere man is. Sowieso houden Nima en Darius een oogje in het zeil. You okay? You need help. You need... Zie je, wie is hij? I don't need anything. Het zou zomaar eens de hoofdleiding van de orde kunnen zijn. Tempest. Neither of us has to die. Yo! Amorgus told me all about the tainted ones. Hier, dit is misschien Amorgus. It is not your fault you were born as you are, but it is your fate to die like the rest. En Darius houdt hem in de gaten, zoals je ziet. Fila! Dan komt Cleta eraan. You! What are you doing here? There's so much I want to say. So many things. Please, give me a chance. You had your chance. You had years. I had to protect you. I was drowning. Who do you think pulled me out? You? The Order is my family. You are just a memory. My past. You'll never be one of them. You're a tainted one, Fila. What? I know what I am. Amorgus gave me purpose. Guided me. I'm no monster. I am the Tempest. You're too far gone. You're Amorgus's puppet. Can't you see that? No. We might be tainted ones, but that doesn't make us who we are. No. I control my fate. I control my future. Please, Fila. Let's just talk, you and me. Forget everything here. Come with us. Cleta, don't. She's too far gone. She's not your daughter anymore. She's the Tempest. I'm sorry.
Oké, Kleta overleeft nu. Dat ben ik toch ook? Kom dan, hè, viezerik. Ik blokkeer je gewoon allemaal tegelijk. I'm the untainted one hier. Bam! Nu pak ik jou een geitje. Got you now, fam. Kut! Wat een epische fight tussen twee Tempted Ones. Dat is wel fucking sick eigenlijk. Dit is raar, joh. Ze doet echt fucking raar. Hopelijk is er misschien na dit gevecht dat ze gewoon, zeg maar, een soort van knielt en opgeeft, als je begrijpt wat ik bedoel. Je ziet Kleta kijkt toe, moeder. Holy fuck, wat schoot ik haar hard weg. Ik lanceerde er gewoon. Later. Vermoord er niet, vermoord er niet. Darius, hou je in. Get up! Complete your mission, Tempest! It's the will of Amorgus! We are not your enemies, Fila. The Order think they can control you, that you are nothing more than an instrument who kills on command. Be more than that.
Don't let them take away your humanity. Stand and fight! Life for people like us. Only death. I always knew it would end like this. Forgive me. I should never have. I'm proud of you. I always have been. Do you hear me? I've always been proud of you. You're my daughter. You always will be. We'll go sailing again, Mother. Just like we used to. Just like we used to. Father, the waters are open. We should get out while we still can. My little girl. Mother's here. I'm right here. Ja, dit zijn van die momenten dat ik aan alles voelde dat ik de game moest terugladen. En dat het fout ging toen Kleta doodging. En wat ben ik blij dat ik het zo op laat eindigen, want zo hoort het en zo voelt het ook alsof het hoort. De storm is nu neer, maar zij was niet meer te redden. Darius en Nima will be leaving soon. I should see them before they go. Wat een vet wapen, oordeel van de leeuw. Maar wacht eens eventjes. Ik krijg een level 62 oordeel van de leeuw. Ik heb sowieso weer een vaardigheidspunt. Die moet ik ergens in spenden. Die is best wel cool, die ontploffing trouwens. Een overweldigend schot. Druk op R1 plus R2 om te schieten. Moet ik die zelf instellen trouwens? Nee, dit is gewoon standaard. Ik vergeet dit gewoon te gebruiken, jongens. Nou goed, er is in ieder geval een wapen. En volgens mij, oordeel van de leeuw. Volgens mij, hier, leeuwentrots. En de staf heb ik dan. Maar als we overgaan naar oordeel van de leeuw... Dan heb ik dus twee leeuwenwapens. Ik kan hem nog extra graveren. Gezondheid herstelt na geslaagd pareren. Kijk, dat is het dus. Als je goed pareert, dus je houdt dit wapen in je hand en je pareert, dus L1, R2, je blokkeert gewoon als het ware een aanval, een parry. Dan krijg je dus 10% gezondheid herstel. En als je dat 10 keer doet, krijg je een trophy. Dus dit is een speciaal DLC-wapen. Dus dat is goed dat ik die trophylijst weet en er ook op die manier gebruik van maak. Want dan maakt het allemaal wat meer sens. Heel veel briefjes, notities van de orde. 10 van die kettingen inmiddels. Hele rare loot gekregen. En bij huurlingen, ik heb er natuurlijk weer 2 verslagen. En bij secteleden
is deze nu dood. Ja, het is niet anders. Het is echt zonde, maar... Ik heb zo goed mogelijk mijn best proberen te doen, maar... Net zoals bij de Cult of Cosmos, sommigen zijn al te ver heen. Deimos heb ik ook maar net aan kunnen redden. Hier zet ik een markering op neer, want die wil ik nog even killen voor ik zeg maar afscheid neem van Darius en Nima. En dan hebben we natuurlijk het missieoverzicht thuis. Darius en Nima voor het laatst ontmoeten voor ze weggaan. Dus dat is ook wel interessant. En daar op 1800 meter is dus... Ja, godver. Ik ben nu zo dichtbij om afscheid van ze te nemen. En volgens mij is dat letterlijk de Adrestia. Ja, zie je? En hier vaart hij. Gelukkig kan je hier op snel reizen. Daar ben ik blij mee. Maar achter me is blijkbaar nog een vraagteken. Die wil ik eerst eventjes ontdekken. En ik wil natuurlijk dit wapen gebruiken om te pareren. Darius en Nima should be safe now. The Greek world can cause them no more pain. I can finally leave safely. Wat ik nu gewoon simpelweg ga doen, is bij het bandietenkamp met de leeuwentrots gewoon een x-aantal keer pareren. Dit moet ik steeds doen, let op. Kut, moet het wel goed gaan natuurlijk. Elke keer wanneer ik parry en ik doe het goed, krijg ik als het goed is gezondheid erbij. Let op die balk omheen. Ja, 10% gezondheid. En meer gezondheid. Kut. En gezondheid. En volledige gezondheid. Nu moet ik me even een keer laten mappen, want anders kan ik geen gezondheid meer krijgen. Stel, dit is gewoon de enige aanval die je kan als bandiet. Dan ben je wel slechter. Hij kan alleen één map geven, that's it. Oké. Gotcha now, fam. Oh, wacht. Voordat we gaan snel reizen, moet ik natuurlijk wel eerst eventjes dit oppakken. Dat zou zonde zijn als ik dat niet zou doen. Oké, dan pakken we die. En nou heb ik dus als het ware al 10 schepen in de fik gezet. Dat is een trophy. 10 keer gepareerd. Met deze bijl. Dat is een trophy. En hebben we zeg maar, als we deze choppy killen, hopelijk krijg ik een ordelid aanwijzing. Mocht ik geen aanwijzing krijgen, dan moeten we even uitzoeken hoe we dat laatste lid kunnen opsporen. Want ook als we dat laatste lid weer killen, zullen we weer een trophy vrijspelen. Namelijk alle secteleden van episode 2. En zo zijn we lekker bezig, guys. I'm enjoying myself. Stop throwing! Drive to the park! Archers! To slime! I think they are going to rob us! Marauders! Go! A
God damn, wat een vieze hit. That debris could be useful. Archers, take your mark! Ja, ja, een oude aanwijzing. Speed up! Oh man, zo simpel. Zo simpel, de Adrestia is echt onverslaanbaar. En precies wat ik hoopte dat er zou gebeuren, gebeurde. Dit sectelid gaf ons een aanwijzing over die laatste chop. En hopelijk hebben we daarmee dus zijn locatie onthuld. En kunnen we gewoon daarmee meteen mee aan de slag. Dus, laten we dat overzicht er even bij pakken. Yep. What we cannot win openly, we'll seize secretly. Orde van de Storm valt ze onder. En ze heet Augos. Waar is zij in godsnaam? Hier. What the hell? Doet ze hier? Ik weet het niet, maar we gaan haar gewoon killen. En dan de aflevering eindigen. Why the hell not, yo? Dan hebben we het gewoon meteen afgerond, yo. Let's go for it, man. Onverwacht, maar episch. En dat geeft een nog fijner gevoel om Darius en Nima te ontmoeten, wetende dat al deze ordeleden ook alweer neer zijn. En ik zal misschien eventjes meteen gaan proberen om die skill, die ik eigenlijk was vergeten met de boog, R1 plus R2, is een soort ontploffingsschot, die heb ik net maximaal geüpgrade. Dus die kunnen we uittesten op deze bitch. Oh joh, het is gewoon in deze kust? Wat doet ze hier? Get the oars out! Stop! Ze staat ook helemaal loner. Ze is hier gewoon. Someone is following me. Waar heb je het over, bro? Fucker. Waarom ze zei, someone is following me? Wat stond zij hier ook te doen? Ze was hier gewoon eigenlijk het laatste overgebleven lid van de orde. That's the end of you. In zeg maar de orde van de storm. Zij was de laatste. Ze stond hier gewoon een beetje half met een mentale breakdown naar het water te kijken. Heel apart dit. Hier, storm bedwingen. Ik speel het zo snel dat het plaatje van de trofee niet eens normaal wil laden.
Bye! Tijd om de officiële thuismissie nu af te ronden en daarmee het einde van deze video op te nemen. Ik hoop in ieder geval dat jullie net als mij hebben genoten van deze aflevering. Hij voelde heel compleet doordat alles eigenlijk super mooi samenkwam. En daardoor heb ik de perfecte afronding kunnen pakken in één aflevering. Volgens mij starten we de aflevering letterlijk met 10 schepen in de fik zetten. Vervolgens haal ik die Parry Trophy voor die bijl. En vervolgens kill ik elk ordelid. Dus gewoon 3 trophies, 1 aflevering. Rolls in position! Wow! Until your return, Commander! Dat is hun schip als het goed is. Dit is mijn epische schip met Medusa als boegbeeld. Fucking vet. Nou jongens, afronding van de aflevering. You once told me of a dream you had, a simpler life, a small stall in the Agora, fishing with your son. I remember. Are you going to do it? I might. Someday. Sailing with or without you. It's now or never. Alexios. Darius. So, this is it. This is it. Real connections with people are rare. We shouldn't be too quick to let them go. Stay. Please. Oh, what cute it. Aww, I love it, man. Kippenvel. Dit deuntje is zo mooi namelijk. Dit is de echte teamsong. Dit is echt kippenvel. Wat een mooie DLC, joh.
Jezus, dit zijn de feelings van toen de game begon. I wonder if Darius has kept watch all night. Better say good morning. Wat in zijn normale kloffie. Het lijkt even serieus op de vibe van Kefalonia. Wacht eens even. Waar zijn we? Nee, het is dat oude huis. Het is dat oude huis van Achaia. Kijk maar. Ik herken het gebied, ja. We hebben gewoon dit huis gehouden. Wat mooi, hoor. Maar ik ga jullie bedanken voor het kijken en het liken. En we gaan precies dit punt vervolgen in de volgende aflevering. Dus dan gaan we Darius goedemorgen zeggen. Ik zit trouwens in S2, gruwelijk. Maar dan gaan we Darius dus goedemorgen zeggen. En zien we vanzelf hoe dit ontpopt tot misschien wel episode 3. Echt heel interessant dit. Echt heel leuk. Ik heb een nieuw uiterlijk. Deze. Meesterlijk zeil van de ontzagwekkende. En ik heb een nieuw boegbeeld. Angst en jagend hoofd van de ontzagwekkende. Dit is van dat ordelid. Vet man. Ik ga hem snel opslaan. En ik ga jullie bedanken voor het kijken en het liken. Dikke, vette Kefalonia vibes hier. Alsof de game net start. Maar ik ben level 64 en ik zit al meer dan 100 uur in de game. Dus deze DLC is beter dan ik had verwacht. Oprecht, oprecht. Het brengt echt een heel goed gevoel over. Tot de volgende episode. Later.